Een grote verrassing voor marsleider Henny Sakkers maandagmiddag. Tijdens een zogenaamd interview kwam burgemeester Bruls binnen met een koninklijke onderscheiding. Nou ja, dat is heel bijzonder, want op Vierdaagse Vrijdag sta ik duizenden onderscheidingen uit te reiken. En als je er dan op een onverwacht moment zelf een krijgt, dan sta je letterlijk even met de mond vol tanden. En dat is mij overkomen. En dat is voor een marsleider van de Vierdaagse toch echt een uniek moment. Bruls vindt de onderscheiding zeer terecht. Nou, het zijn meer dan 25 jaar actief zijn met vele uren per week, hè, 52 per jaar, op vrijwillige basis voor het grootste evenement in dit land. Dan moet je een geweldige kanje zijn, heel goed kunnen organiseren, vrijwilligers kunnen stimuleren, moeilijke besluiten nemen, wat we ook deze dagen hebben gemerkt. Dat verdient echt letterlijk een lintje, zoals je ziet. Dat is een vrijwilligersjob zoals je er eigenlijk geen enkele hebt in dit land.